HDM, de nummer 10 van de ranglijst, ontvangt de nummer 4 Pinoké. En die ploeg is bezig aan een hele imposante reeks ongeslagen uitwedstrijden. Al 9 uitwedstrijden op rij wist de ploeg van Daan Sabel niet te verliezen. Dat is een clubrecord. Zij gaan dus op bezoek vandaag in Den Haag bij HDM. De thuisploeg krijgt wel de eerste kans van de wedstrijd. Deze bal komt voor bij Van den Einde. Die kan van dichtbij niet binnenwerken. Eerste momentje dus wel voor de ploeg van Diederik van Weel. HDM bij het ingaan van deze speelronde. De minst scorende ploeg van de competitie. Slechts 3 treffers gemaakt dit seizoen. Maar ze komen wel hier op een 1-0 voorsprong via Sabine van den Einde. Haar eerste treffer van het seizoen. En HDM dat in het eerste kwart op een 1-0 voorsprong komt tegen Pinoké. Doorzetten op de achterlijn. Terugleggen is ook uitstekend en Van den Einde kan dan heel simpel binnenwerken. De voorsprong voor de ploeg uit Den Haag, enigszins verrassend. Dan zitten we in het tweede kwart. Hoge bal van achteruit wordt niet helemaal lekker ingeschat. In de defensie van HDM, Beetsma kan er vandoor, legt die bal voor. En dan is daar de gelijkmaker van Kari Stam. Pinoké dat langs zij komt in Den Haag. Hoge bal die dus van achteruit niet helemaal goed wordt verwerkt hier door Van Hekken Kolenbrander. Dan is het Tessa Beetsma die er vandoor kan. Vorig jaar nog speelster van HDM. Speelt vandaag tegen haar zus Lotte Beetsma. En zij geeft de assist dus op Kari Stam. Zij maakt haar tweede treffer van het seizoen. Pinoké gaat dan door. Gaat op jacht naar de voorsprong. En dit is een geweldige goal van Josephine Murray. En Pinoké komt dan nog voor rust op een 2 in voorsprong. Maakt dezelfde actie. Kan de cirkel in en dan met een kiezelhard schot. Verschouwt ze Remmerswaal in de goal van HDM. Geen enkele kans daar ook voor de keepster van de thuisploeg. Prachtige goal van Murray. En de voorsprong dus voor Pinoké. Dan moet HDM op jacht naar de gelijkmaker. En die gelijkmaker die komt er ook. En dat is ook een hele fraaie. Het is weer Van den Einde die scoort voor HDM. 2-2. Allemaal nog in de eerste helft. Prachtige goal ook van de Haagse formatie. Tot vandaag wisten ze nog geen enkel velddoelpunt te maken. Nu hebben ze er 2 in liggen. Allebei van den Einde. En zij is ook meteen de clubtopscorer dit seizoen van HDM. 2-2 is ook de ruststand in Den Haag. Wilde uit kwart 3. Hier komt Pinoké voor de tweede keer op voorsprong. Deze keer via Imke van Straten. Haar sleeppoes komt tussen de keepster en de lijnstop van HDM in. En zo komt Pinoké op een 3-2 voorsprong. En dan zijn de steekneuzen hard op weg om die hele fraaie ongeslagen reeks en uitwedstrijden nog verder uit te breiden. Dit is Van der Marel. Zij vindt hier Kalsen. Maakt de actie in de cirkel. Komt dan een beetje in de mangel. En dan krijgt Pinoké een strafbal. Overtreding gemaakt op de middenveldster van Pinoké. Hier op de rug te zien, Lana Kalsen. Wordt aangetikt door Van Hekken Kolenbrander. En de strafbal voor de ploeg uit Amstelveen. Dan staat Van Straten wederom achter de bal. Net al trefzeker uit die strafcorner. En deze strafbal poest ze ook genadeloos raak. Tweede treffer deze middag voor Imke Van Straten. En dan pakken de donkere wolken zich samen boven Den Haag. Want lijkt HDM wederom niet te gaan winnen. Pas 1 zegen dit seizoen gepakt. Pinoké gaat er ook nog een 5e maken. En het is wederom Van Straten uit de strafcorner. Die de 5e treffer voor Pinoké maakt. Haar 3e van deze middag. Een hattrick in iets meer dan 13 minuten. Zij drukt haar stempel op deze wedstrijd. En bepaalt de eindstand in Den Haag op 2-5. Al bijna een jaar heeft Pinoké geen uitwedstrijd meer verloren. Ook vandaag winnen ze in Den Haag.